Hoi, ik ben Amanda en vandaag ga ik jullie wat meer uitleggen over de verschillende materialen. Wij begrijpen namelijk dat het erg lastig kan zijn om een keuze te maken vanaf je laptop of telefoon. De keuze van materiaal heeft een grote invloed voor de uitstraling van je wanddecoratie. Bij ons kan je kiezen hout, aluminium, plexiglas, diamantglas en forex. Om de juiste keuze te maken is het belangrijk om te weten welke woonstijl je hebt. Heb je bijvoorbeeld een landelijke woonstijl, daarin past hout heel mooi. Hout geeft een robuuste en een levendige uitstraling. Hout past mooi bij een landschapsfoto. Maar heb je bijvoorbeeld een portretfoto, daarin is het belangrijk om te weten dat hout noesten bevat. Het zou jammer zijn als een noest op de neus of op het oog komt. Maar heb je een portretfoto, dan kunnen noesten een heel vreemd effect aan gezichten geven. Daarom adviseren wij bij portretfoto's te kiezen voor een ander materiaal. Bijvoorbeeld plexiglas of echtglas. Plexiglas en echtglas komt mooi tot zijn recht doordat wij met 130% inkt werken. Plexiglas en echtglas staat mooi in een stijlvol, luxe woonstijl. Houd er wel rekening mee dat plexiglas en echtglas het licht vervelend kan reflecteren. Zeker als je een raam op het zuiden hebt, kan dit nog wel eens lastig zijn. Je kunt het bijvoorbeeld oplossen door de wanddecoratie uit te lichten met lampen of met shutters. Wil je gaan voor een industriële look, dan kun je kiezen voor het materiaal RVS. Ook wel debond aluminium butler finish genoemd. Dit materiaal is vooral erg mooi voor zwart-wit beelden. Doordat het wit uit de afbeelding niet wordt meegeprint, krijgt al het wit een RVS look. Hierdoor begint de afbeelding te leven. Heb je liever een afbeelding of een foto in een houten lijst? Ga dan voor het materiaal Forex. Op Forex komen de kleuren van je foto of afbeelding mooi naar voren. En je hebt geen last van weerspiegeling van het licht. Je kunt je foto erg goed naast het raam hangen. Heb je wat meer landelijke woonstijl of rustige kleuren, dan kan je kiezen voor de blanke lijst. Heb je wat meer urban, dan kan je kiezen voor de zwarte lijst. Als laatste hebben we het materiaal aluminium, ook wel debond wit genoemd. Debond wit is eigenlijk de alleskunde en past in ieder interieur. Door een matte uitstraling geeft het een mooie weergave van jouw afbeelding. Welk materiaal je ook kiest, het heeft allemaal te maken met hoe het gedrukt wordt. Wij zorgen voor het allerscherpste resultaat.